Uitenies Proeger is winnaar geworden van de Best of the Best Audition Show 2019. Deze talentenshow is georganiseerd door de stichting SS Music Art Foundation en het toneelgenootschap Thalia. Bij deze talentenshow hebben de 10 winnaars van alle talentenshows en songfestivals van 2019 het tegen elkaar opgenomen. Heliante Ridan is de voorzitter van de stichting SS Music Art Foundation. Ridan zegt dat Suriname veel talent heeft, maar dat de talenten ondersteund moeten worden om grote hoogten te kunnen bereiken. Onderwijsminister Lilian Ferrier overhandigde de prijzen aan de winnaar, Eutenies Proeger. Op de eerste plaats is geëindigd. Jullie mogen het zeggen. Weten jullie het zeker? Want ik heb daarnet een fout gemaakt. Ik heb een fout gemaakt. Dus weten jullie het wel zeker? Jullie weten het zeker. En jullie hebben helemaal gelijk, want Eutenies is de winnaar geworden. Zeker verdiend. Zeker verdiend. We hebben hier een wereldtalent. Geloven jullie dat? Zijn jullie het met me eens? Oké. Je gaat alvast naar Guadeloupe. Die papa alleen was, hè? En dat is de eerste stap voor de wereld. Heel hartelijk gefeliciteerd. Proeger zal Suriname vertegenwoordigen op het Internationale Scholieren Songfestival in Guadeloupe. En Chefelo Apiche, die op de tweede plaats is geëindigd, zal Suriname vertegenwoordigen in Frans-Guyana.